We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Tegen het einde van de nacht kan er plaatselijk nevel of mist ontstaan, vooral in bosrijke gebieden. Morgen is het weer overwegend droog en zonnig. In de middag is er kans op plaatselijke buien van licht tot lokaal matig, zowel in het kustgebied als in het binnenland, mogelijk vergezeld van onweer en windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er morgen kans is op windstoten, voornamelijk langs de kust.